was eens een kleine oven met de naam Shrek. 1650 stoelen. En dat is stevig, mag ik wel zeggen. Maar we hopen dan ook de komende 3 maanden ruim 100.000 mensen hier in het Ruitheater te gaan bezoeken. 2 jaar geleden, toen Albert en ik in New York waren en Shrek voor de Eastern Broadway zagen, dat was net na de première, toen hadden we gelijk zoiets: deze show willen we naar Nederland halen. Dit is een show waar je nu in Nederland, in deze tijd, een heel breed publiek mee zou moeten kunnen gaan bereiken. Moeder deed je broodjes in je tas. Je vader had de muts en winterjack. Je start je leven echt, je komt vast goed terecht. Blijven lopen, zo vind jij een eind weg. Even wat het verhaal betreft, we hebben nu gezien hoe de kleine oger alleen de wereld ingestuurd wordt en de kleine Fiona naar de toren waar ze bewaakt zal worden door de draak, die u vandaag niet te zien krijgt, maar wel op 4 november en ook op 26 oktober als we de eerste try-out hebben. Maar we houden nog wat achter de hand. We gaan nu kijken, Fiona groeit op. Terwijl de oger opgroeit, zoals alle ogers doen, vanaf hun 7-jarige leeftijd groeien ze alleen op ergens, een plekje in een moeras. We gaan nu zien hoe de kleine Fiona jaren en jaren en jaren wacht en smacht. En Marco? In de toren. En ze wacht natuurlijk op de prins die haar komt bevrijden van de draak. Gelukkig vindt hij een zot op die rijke man. Een prins die heel goed klimmen en heel goed vlechten kan. Dus hij komt, hij verschijnt, hij is nog vast aan het zoeken. Denk dat ieder sprookje dat ik lees mij niet voorspelt en mijn held op zijn paard is net als in de boeken. Iets met gif en appel en een heks die haar bedroog.
bla bla bla, dan 7 gastjes van niet eens een meter hoog. Blader door, blader door. Maar de prinses wordt wakker, baas geverwacht. De prins kan heel goed zoeken en smelt sneeuwwitjes hand. Dus hij komt, hij verschijnt en zijn schild is overblindend. Een schurk, anders wordt het helemaal niks. En de schurk in dit stuk is heer Farquhart, gespeeld door Paul Groot. En die moet een prinses trouwen om zelf koning te kunnen worden. Dat is zijn grote verlangen. Dus hij is op zoek naar een prinses en weet niet waar hij die kan vinden. Nou, wij hebben er net even voorbij zien komen, dus u voelt wel dat hij straks deze prinses te proberen te krijgen. Alleen daar zit een draak tussen en dan moet hij nog iets verzinnen hoe die prinses daar weg kan krijgen. Dat doet hij dan natuurlijk niet zelf, want zo is hij ook weer niet, onze heer Farquhart. Hij stuurt daar iemand op af en dat is Shrek. Alles lijkt te bloeien in Duurland. Lijkt op te bloeien in Duurland. En alles bloeit. Maar heel mijn meester Bladie is er.
lijkt te bloeien in Duurland. Echt alles bloeit in Duurland. De vrouwen stralen te mooi, de mannen nog in nacht. Door mijn smaak zo smaakvol, gekleed en zo verblindend. Wie doe. Een stad met een kasteel. Het gaat heel slecht met je aflopen, dat weet ik zeker. Doet het pijn, dit? Nee. Oh, ik heb hele goede kniebeschermers. Een heerlijke gelding kan ik iedereen aanbevelen. Ik loop hele ende door mijn huis, ik doe boodschappen op de knieën. Nee, het valt mij reuze mee. Maar in je lijf ook niet, het is natuurlijk... Ja, het komt heel even je spieren aan, maar ik ben bij tijd begonnen om het al een beetje te trainen. Voor de zomer. Dus ik heb daar geen last van. Je kan zingen, hè? Ik doe mijn best. Ga lekker door, Paul. Super, dank. Gaan we doen. Hoe tot ziens. Aflopen, ik ga zo aflopen. Wil je dat ik sta? Ja, laat ik zien. Joehoe. Bye. Oké. Okay. Ik heb het over mijn leven. Wow, in die gezellige toren van je. Gezellig? Doe even normaal, man. Had geen werk of dagindeling. Ik had niets daar. Ja, verveling. Liep wat rondjes. Door mijn toren, ik had slechts een goudbed en een bureau, een kookplaat en een gouden pot. En de inhoud trok ik thee van, want ik had geen wc, mond was zo klein. Dus was het proppen tussen boeken, bed en poppen. En mijn kleren kon ik me communiceren. 20 jaar is haast onzegbaar, streepte de dagen weg naar, maar het bleek te lang te duren. Daar heb jij niet van terug.
te verstouwen. Leuke poging, maar een flauwe. Jij hebt met mij vergeleken, echt geen recht van spreken. Weet nog hoe men op een bospad mij met fakkels achterna zat. Praat geen nonsens, we konstond in de henspen. Zwemt omdat men mij zo haatte, nergens meer toegelaten. Was dit vanaf nu mijn leven? Ik was net een weekje zeven. Dus, daar heb je niet van terug, daar heb je niet van terug. Nou, 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 daar heb je niet van terug. Je kunt gaan hoor. Kan je ook een paard aan doen? Noble was, noble was. Beautiful. Wil je eigenlijk liever een paard zijn of dat niet? Wat wil je het liefste? Wat wil je het liefste? Een bord eten. Oké. Okay. Alright, we gaan ons voorbereiden. Ik ga het eventjes checken. We zijn de tweede acte. Bij. Ja, je kunt gaan hoor. Is klaar.
Oh, ja. Tenminste, of als je niet uit de show geschreven wil worden, want dan vaak was nog Eddie Murphy om te komen. Ga je tekst aankijken, Roger. Je bent af hier. Dankjewel. Alright, ik geloof dat we eindelijk kunnen beginnen.